Hallo guys, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video van de Brave Boys. En vandaag een tutorial, hoe maak je een 2x2 kubus. Bij mij is dat nu al gemaakt. En ja, nu ga ik met jullie een samen maken. En het is ook handig om te weten, het is niet noodzakelijk, maar gewoon handig, dat wit tegenover geel ligt, rood tegenover oranje en groen tegenover blauw. En dan moeten we hem nu eerst door elkaar doen. Dus dat ga ik even doen. We zijn trouwens buiten. Even kijken weer. Ja, het is juist mooi weer. Kijk. Oké. Nu is het de bedoeling om één kleur op te lossen. En zorgen dat deze rij ook goed ligt. En dus hebben we hier al twee vakjes. En dat een blauwe hier liggen ook. Dus dan moeten we dat bij alle rijen doen. En deze, dus hier is rood en hier is groen. Dat klopt niet. Dus moeten we even deze aan de andere kant zetten. Kijk. Nu hebben we hier, oh. Hier hebben we nu een blauwe rij en ook een oranje rij. Nu moeten we heel wit oplossen. En dat is niet moeilijk, gewoon zo. Oké, nu is wit opgelost en de eerste rijen zijn ook opgelost. Nu moeten we wit, geel oplossen. En dat is heel makkelijk. Allee, heel makkelijk. Je moet er één algoritme voor kennen. En dat algoritme gaat zo. 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 Oh, wacht. Zo. Nee, wacht. Sorry, ik ben even mis. Zo. 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 Kan zijn dat dat nu al opgelost is, maar bij mij nog niet. Alleen dat wit geel opgelost is. Dat is eigenlijk trouwens heel, heel makkelijk. Dus doen we dat nog eens. Hop. En je ziet dat geel altijd niet opgelost is. Doe dat nog eens. En kijk. Nu is geel opgelost. Wit opgelost. En de eerste rijen zijn ook opgelost. En nu zie je dat je overal zo'n driehoekje hebt. Het kan ook zijn, meestal is dat zo. Bij mij nu niet, dat één vlak al opgelost is. En dat als groen opgelost is, dat hier dan niet klopt. Dus, maar dat is bij mij niet het geval. Maar als dat wel het geval is, spoel dan gewoon even. Ah nee, moet je eigenlijk niet doorspoelen. Want dan moet je. Ja, wacht. Spoel gewoon door. Dat ik hem nog een keer ga doen. Maar het is handig om te weten. Wit aan de onderkant. En dan is gewoon. Ah nee, wacht. Gewoon naar je toe. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. 1, 2, 1, 1, 1. Kijk, nu zie je dat wit opgelost is, blauw en geel. En dat bedoelde ik dus. Kijk, nu is blauw opgelost. En aan de andere kant is, klopt niet, maar hier wel. En dan zorg je dat het opgeloste vak, dus eigenlijk wit, weer naar u toe. En dan blauw, alleen het opgeloste vak, recht voor nu. En dan doe je precies hetzelfde. 1, 2, 1. 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Dan de laatste stap. Zo, en hij is opgelost. Dus je ziet, het is helemaal niet moeilijk om hem op te lossen. Zo. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Als jullie het tof vonden, doe dan alvast een blauw duimpje omhoog. Reacties schrijven hoe je het vond. En abonneren en dan zien jullie in de volgende video. Dag, later!